Ja, hoe was de kennismaking met je nieuwe teamgenoten? Ja, het verliep soepel. Ik ben altijd heel lekker open en iedereen lekker gegroet. En simpel. Niet moeilijk of zo. Nou, kende je al wat jongens? Ja, ik kende Deo, ik kende Azor. Het zijn allemaal soepel. Ja, dat maakt het wel wat makkelijker, hè? Ja, tuurlijk. Zeker. Deo ken ik al heel goed. Sinds kleins ook, dus ja, geen problemen mee. Ik neem aan dat afgelopen vrijdag voor jou wel heel hectisch was. Beschrijf eens hoe het was. Hoe ging het? Ik werd wakker. Ik wist nog van niks. Ik moest trainen die dag. Onderweg naar de club kreeg ik te horen dat er een aanbieding was. Dat ik op verhuur kon gaan naar Groningen. En of ik dat wou. Ik heb met mijn zaakwaarnemer gesproken toen op dat moment. En we zijn eruit gekomen dat we dat gingen doen. Ik ben daar erg blij mee. Ik hoop dat ik me hier verder kan ontwikkelen de laatste 4 maanden. Ja, want de komende 4 maanden ga je hier dan voetballen. Ja. Wat was voor jou de belangrijkste overweging om de komende 4 maanden naar FC Groningen te gaan? Dat ik speelminuten heb en dat ik gewoon kan spelen. Dat is voor mij het belangrijkste, dat ik gewoon mijn wedstrijden dus mee kan pakken. Ja, want hoe ging dat de afgelopen maanden in Duitsland? Nou, niet zo goed. Ik heb altijd met het eerste getraind en mijn wedstrijden gewoon met het tweede gepakt. Dus dat was het. Ja, dat is toch wel iets ander niveau, hè? Ja, zeker. In Duitsland is het een andere koek, ja. Even terug naar jouw jeugd, want jij bent begonnen bij Ajax. Hoe was dat in die periode? Als jonge jongetje gewoon bij Ajax. Dromen om het eerste te komen van Ajax natuurlijk. Dromen komen om in de arena te spelen. Toen ik 16 jaar was, kwamen er een aantal aanbiedingen om naar het buitenland te gaan. Op dat moment heb ik gekozen voor Chelsea. Heb ik 2 jaar bij Chelsea gespeeld en vanuit daaruit ben ik naar Hertha gegaan. En nu ben ik op verhuur bij Groningen. Ja, toen Chelsea kwam, waarom ben jij toen naar Chelsea gegaan? Waarom maakte je toen die keuze? Op dat moment wou ik gewoon de komende 3 jaar voor mezelf kijken waar ik me het beste kon ontwikkelen. En toen ik bij Chelsea aankwam, ik zag de trainingen en zo. En ik dacht van dat is hier echt best om me te ontwikkelen de komende 3 jaar. Was het beter dan bij Ajax? Nou, niet dat het beter was dan bij Ajax, maar qua fysieke gedeelte en qua rennen en zo, dat was het wel, ja, is er wel een groot verschil dan in Nederland sowieso. Dus dat was voor mij echt belangrijk de komende 3 jaar, zeg maar. En ja, ik heb daar sowieso geen spijt van, want het heeft me echt geholpen. Dus. Ja, waar in die jaren dat je bij Chelsea was, waarin ben je toen gegroeid? In conditioneel ben ik heel erg gegroeid. Qua snelheid ben ik ook gegroeid. En het langer volhouden ben ik gegroeid. Het is gewoon allemaal meer het fysieke gedeelte. Daarin ben ik heel erg gegroeid. Ja, en persoonlijk ook, want je bent jong, je leeft in Engeland. Dat is natuurlijk helemaal anders dan Nederland. Hoe ben je daarin? Nou, je wordt sowieso, je komt in een ander land, je praat de taal niet. Je moet het allemaal leren. En ik ben toen in een gastgezin. Heb ik 2 jaar gezeten. In het begin was het heel moeilijk, want je hebt eigenlijk best wel heimwee. Je mist de mensen in Nederland, je mist je vrienden, je mist je familie. En ik heb het goed volgehouden, om het zo maar te zeggen. En ja, ik wist waarvoor ik daar was. Ik had het doel. En ja. Ja, ja, en toen kwam vorig jaar Hertha BSC. Hoe ging dat in zijn werk? Voor mij was het. Ik speelde eerste jaar speelde ik al onder 23, wat eigenlijk het plan was dat ik onder 18 zou spelen. Ik deed het zo goed dat ik in de onder 23 zou spelen. En toen, tweede jaar, speelde ik weer onder 23. En voor mij was het, ik wil niet nog een keer in onder 23 spelen, ik wil nu verder. En ik dacht dat Hertha daar wel een goede keuze voor was en voor is. En toen ben ik naar Hertha gegaan en tot nu toe pakt het wel goed uit, alleen nog met de speelminuten niet. Maar daarvoor heb ik sowieso mijn geduld. Ik heb nu de tijd bij Groningen om 4 maanden te laten zien dat ik het eerste voetbal aan kan. En als ik terugkom hoop ik dat ik gewoon mijn minuten mee kan maken. Ja, het is wel een mooi rijtje. Amsterdam, Londen, Berlijn en dan Groningen. Ja, klopt. Ja, de komende 4 maanden, heb je ook een bepaalde doelstelling voor jezelf? Ja, ik heb beloofd dat ik tussen de 7 en 10 goals zal maken. Ik ga er keihard voor werken. Kan gewoon, dus ja. Voor de rest, ja, gewoon zoveel mogelijk minuten maken en het team helpen. En wat voor aanvaller ben jij? Ik ben snel, sterk, dodelijk in de 16. Kan me de bal aanspelen. En ja, kan gewoon goaltjes maken.